heb dat ding in handen gedrukt. Oh, jullie gaan er werk van heel laat aan. Ja, het is toch leuk als je even. Ja, ja. 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 Ja, nou. Heb jij een... Hallo, zeg. Mooi, kom er wel. Hallo. Dag. Dat is goed. Ja, ik ben er niet meer. Dat is goed. Afscheid gaat nemen als voorzitter van de stichting met 10 bijjaar. En ook op deze bijzondere locatie. Wat het programma is, dat hebben we angstvallig geheim gehouden. Het merendeel zal het nog steeds niet weten. Maar dit is dus de eerste stap van de hele sessie die we vanmiddag en vanavond gaan doen. En ik mag jullie uitnodigen om ons te volgen naar een plek in deze tuin waar iets gaat gebeuren. Ja. Ik ga nu even de officiële toespraak houden die ik mooi op papier heb gezet. Dames en heren, namens het bestuur van de stichting Martini Bijaard Groningen mag ik u van harte welkom heten op deze herfstige maar prachtige namiddag van de 26e november van het jaar 2002. Een bijzonder welkom aan meester Jan Meijn en zijn echtgenote Beb en al hun familieleden. En voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Lia Schouw en het is een eer dat ik u mag toespreken in mijn kerstverse hoedanigheid als voorzitter van onze stichting. Martini. Rustig rijst de ranke toren uit het stadsgewoel omhoog. Hoog verheven als verloren in zijn transen, boog op boog. En hij staat er ver in het ronde over stad en veld en meer, roepend met metalen monden al de uren keer op keer. Vandaag zijn wij bijeengekomen om officieel afscheid te nemen van meester Jan Meijn als oprichter en voorzitter van onze stichting. Waarom wij hier op deze prachtige historische locatie, de Prinsenhoftuin, zijn verzameld en niet aan de voet van La Grise, nu 520 jaar oud al inmiddels, heeft een reden. Gezien de achtergrond van onze stichting was dat eigenlijk een meer voor de hand liggende plek geweest om samen te komen. U zult begrijpen dat het bestuur van de stichting een speciale reden heeft u juist op deze plaats samen te laten komen. Dames en heren, in ons midden staat hij. Meester Jan Meijn, een heer van stand. Een eerbiedwaardig en gedreven mens. Iemand die veel tot stand heeft gebracht, dat tot op heden nog van belang is voor de gemeenschap. Ik zou een hele lange waslijst op kunnen noemen van zijn vele uiteenlopende eigenschappen en kwaliteiten. Ik noem er een paar. Ver bovenaan de lijst staat een toegewijde, wijze echtgenoot, vader en grootvader. En dan volgen er tal van verantwoordelijke en gezaghebbende functies die hij heeft uitgevoerd. Rechter, raadsheer, mentor, voorzitter van vele maatschappelijke instellingen en bestuurder van vele stichtingen. Ook bezit hij
andere noemenswaardige capaciteiten, zoals denker, schrijver, historicus, boekbinder, tekenaar, ook een vraagbaak en luisteraar en zo zijn er nog veel meer van deze dingen op te noemen. Benijdenswaardig veel gaven zijn verenigd in deze ene man. Velen van u hier aanwezig staan hem zeer nabij. En als geen ander weet u hoe dierbaar, waardevol en onmisbaar hij is voor zijn gezin, familie, vrienden, bekenden en alle andere mensen om hem heen. Waardevol, ook voor ons, het bestuur van de Stichting Martini Bijaard Groningen. Zoals u wellicht weet, heeft hij op eigen verzoek zijn functie als eerste voorzitter van de stichting neergelegd. Hij heeft dit meer dan een jaar geleden al te kennen gegeven, maar de tijd was nog niet rijp voor een afscheid en om eerlijk te zijn betreuren wij dit afscheid zeer. Maar gezien de vele jaren die hij in dienst heeft gestaan van het Martini Carillon, zullen wij zijn besluit respecteren. Vooral dankzij de inzet en betrokkenheid van Jan hangt het Martini Carillon er nog. Het had maar een haartje gescheeld of de klokken waren verdwenen in een museum. Daar moeten we toch niet aan denken. Stilstaande, zwijgende klokken, getuigen van een kleurrijk verleden. Nee, gelukkig strooit het carillon nu en hopelijk voor altijd, mede dankzij hem, lieflijke klanken uit over de stad. In 1982 is het comité Behoud Carillon Martini Toren met het motto Geef onze Martini zijn stem terug opgericht. Jan was een van de oprichters en voorzitter. Dit comité heeft enorme inspanningen verricht om gelden in te zamelen om de broodnodige ingrijpende restauratie van het carillon mogelijk te maken. Dankzij het niet geringe ingezamelde bedrag van 400.000 gulden is deze restauratie gerealiseerd en de Martini heeft sinds 1984 zijn stem terug. De Martini heeft echter geen klankvolle stem zonder de muzikale kennis en vaardige handen en voeten van bijaardiers. Daarom mag de stad zich gelukkig prijzen met ons stadsbijaardiersduo. U hebt onze beide stadsbijaardiers net al even kunnen horen. Dat zijn Adolf Rots en Auke de Boer. En u zult straks ook nog even, ze ook nog even kunnen horen spelen. De Stichting Martini Bijaard Groningen is een rechtstreeks voortvloeisel uit het comité en bestaat sinds 1985. Oprichter Jan Meijn is vanaf 1985 tot op heden hiervan een meer dan voortreffelijk voorzitter geweest. Het beschermen en behoud van het carillon en daarmee het vak bijaardier staat hoog in het vaandel bij hem en de stichting. De stichting zorgt ervoor dat naast de reguliere bespelingen van de stadsbijaardiers veel extra activiteiten worden gerealiseerd waarbij ons Martini Carillon vaak een hoofdrol speelt. Ik noem een paar van deze activiteiten die sinds 1985 onder de leiding van Jan werkelijkheid zijn geworden. 4 internationale bijaardconcoursen, 5 Groningse bijaardboeken, luisterwedstrijden voor de jeugd van de Groningse basisscholen, jaarlijks terugkerende zomeravondconcerten met bekende gastbijaardiers, demonstraties, bespelingen, lezingen voor studenten, ook buitenlandse studenten, extra bespelingen bij bijzondere evenementen, Rolling Stones, Giro d'Italia, huwelijk en bezoek van het prinselijk paar. Nou, nieuwe bijaardcomposities, onder andere de Oranje Rhapsodie. En, nou, zo kan ik nog wat doorgaan. Monumentendag, Open Torendag enzovoort. En dan zijn er nog tal van andere incidentele bespelingen. Ons carillon en de stad Groningen hebben hierdoor inmiddels in de bijaardwereld en daarbuiten naam en faam verworven. Het Martini Carillon leeft, mede dankzij Jan. Jan, jij bent na de 20 jaar die jij actief bent geweest voor het carillon van onschatbare waarde voor het behoud van dit carillon en daarmee voor stad en Ommelaans. De rol van voorzitter van de stichting vervulde je met wijsheid en daadkracht. En het was steeds een voorrecht de door jou voorgezeten vergaderingen mee te mogen maken. Het bestuur van de Stichting Martini Bijaard Groningen wil je kunde en historische kennis niet helemaal verliezen. En wij hebben daarom unaniem besloten
je voor eeuwig en altijd te benoemen tot onze erevoorzitter. De daarbij behorende oorkonde zullen we je vanavond uitreiken. Daarnaast hebben wij als eerbetoon en blijk van hoogste waardering voor jou een geschenk, welke een blijvende herinnering zal zijn voor alles wat je voor ons zo dierbare Martine Carillon hebt betekend. Wij spreken onze oprechte dank uit voor je tomeloze inzet, wijsheid, kennis, integriteit en bescheidenheid. En ook je lieve echtgenoten willen wij bedanken voor de vele jaren die ze je heeft gesteund. Zij heeft je vaak moeten missen vanwege de niet geringe tijd die je hebt besteed aan het wel en wee van de stichting. Mag ik jou nu vriendelijk verzoeken om samen met Beb even naar voren te komen en ons geschenk aan jou te onthullen. Ja, jullie mogen de slag. Ik ga maar lekker zitten. Ik ga nog even iets zeggen. Ja, dit is wel. Nog even iets zeggen. Vader Jan, wij hopen dat jij en Beb nog vaak in de gelegenheid zullen zijn om samen hier op het meester Jan mijn bankje. En met het volste recht mag jij zeggen mijn bankje. Ja, we kunnen genieten van de rust die hier heerst en uiteraard van de muziek van Carillon. En graag maak ik nog even van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat dit geschenk mede mogelijk is gemaakt dankzij de medewerking en toestemming van de gemeente Groningen. En met name danken wij de dienst openbare werken, oftewel stadsbeheer. Wij zullen ons straks gezamenlijk onder begeleiding van het Carillon naar het restaurant De Naberhof begeven. Jullie worden net door Bram even meegenomen. En daar staat ons een verfrissing te wachten. Het daaropvolgende programma zal worden geregisseerd door onze secretaris en ceremoniemeester David van Dijk. En ik verzoek u allen vriendelijk bij ons te blijven tot 6 uur. Want het officiële programma dat duurt tot ongeveer die tijd. Dus. Heel erg bedankt en ik wens jullie allemaal nog een hele aangename middag. Ja. We zijn allemaal op de bank. Hè? Ja, perfect niet. Dat speelt het gewoon niet zo op. Die Bram is allemaal zo bevestigend dat hij nooit meer weg kan natuurlijk. Met variaties, maar dat is niet zo. Ja, dat is wel goed. Dat is echt niet goed. Ik ga wel zeggen, ik ga niet wel een paar keer zitten. Zeker.
Ja, mensen, gaan we terug? Ja. Mooi. Ja. Sofie, het al water zijn mooier. Ja, ik vind het zo om hier te laten staan. Ja, dan kunnen we het toch niet. Neem hem mee, dat is super. Kijk, dit is toch prachtig. Nee, dan komt hij er nog niet op. Nee. De tekst staat er niet op. Hallo? Ik wil haar zien, hoor. Ik neem de gok. Ja? Waar zit hij erop, hoor? Oké. Ja, inderdaad. Ja.
Ja. We wachten even tot 30 is. Ja, de rest kan wel doorlopen naar de trouwzaal, hè? Oh, een dag genoeg. Ja. Ja, we gaan weer. Ja. Gewoon alles weer overnieuw doen. Ja, hoor. Ja. Misschien moeilijker, maar wij bedoelen het goed. Namelijk, wij wouden het niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En dat hebben de mensen met wie we gewerkt hebben de afgelopen uren ook al gedaan. He, want ik ben eigenlijk al met een feestje bezig. En ik doe even nog een klein duikje in het zakje. want u bent bij een van diegenen die in onze stad werkt door een ongelooflijke hoeveelheid activisten een drukke loopbaan heeft gedaan. En precies op het punt waar onze identiteit van onze stad raakt. En dat is dan met name in dit geval de stichting Martini Beyer Groningen. Omdat op de een of andere manier, met alle verschillen... Alleen, dat kun je wel zeggen, maar daarmee is het carillon nog niet in orde en daarmee is van alles en nog wat niet in orde. En je hebt dus iedere keer opnieuw mensen nodig die bereid zijn hun energie eraan te geven. U hebt zojuist ook in de Prinsentuin een bak naar u genoemd gekregen. Dat vind ik overigens wel een heel leuk cadeau. Want dat iedereen die daar zit, heeft ook een beetje plezier van. Het is nog niet alleen een eerbetoon, maar het is ook nog iets heel gaaf. U vertelde mij dat die loopbaan in relatie tot de Martini op de burgemeesterskamer is begonnen met die burgemeester. Daarom hebben we hem ook uitgenodigd vandaag. Ik vind het heel fijn dat u beiden hier bent. Die betrokkenheid bij de Martini is inderdaad over een hele lange periode geweest. Ik denk niet dat u toen u eraan begon zich gerealiseerd hebt dat van 85 tot nu zou zijn. Dat, ik denk niet dat u, dat zou u misschien met de benen zijn gezakt waarschijnlijk als ik dat toen weet had. Maar zo is het wel. Het begon met het werken van fondsen, zo gaat het altijd. We hebben heel erg de neiging in Nederland om te denken dat grote investeringen in publieke zaken, dat de overheid dat wel even doet. De overheid doet veel, ook als het om restauratie gaat, dat zijn toch forse bedragen die er ieder jaar in gaan. Maar als de overheid alleen zou moeten doen, zou het niet in orde komen.
Dan zou eigenlijk precies op het punt waar we hier vandaag even bij elkaar zijn, zou het niet goed lopen. De restauratie en vervolgens het goede gebruik van het Carillon. Het gaat niet alleen, het is u nooit alleen gegaan om het feit dat de klokken in orde moesten zijn, dat het Carillon in orde moest zijn, u hebt ze gewoon ingezet om dat bespeeld te krijgen en te houden. Dat is ook wel zo'n aardige Nederlandse traditie om dat goed te doen. En om daar ook de historie in tot leven te laten brengen. Ik ben elke keer weer onder de indruk als er iets met de klok is, of het luiden van de klok is, op droevige dagen, als het de sprankeling is van dat Carillon, op vrolijke dagen. Het is als het ware de versiering van het leven die je bij merkt. En u hebt daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Want u hebt niet afgelaten om ervoor te zorgen dat het geld bij elkaar kwam en dat het bespeeld werd. Dus ik wou u vandaag een klein beetje in het zonnetje zetten. We hebben goed nagedacht hoe we dat zouden doen. En ik ga u straks iets geven, dat heb ik nog nooit uitgereikt. Dat zal ook niet zo vaak weer gebeuren, denk ik. Dus het is een unieke bijeenkomst. Maar we weten, de toren is van de stad. Hè, de kerk is van de stichting die dat nu beheert. Waar de kerk hier gebruik van maakt, maar de toren is een stedelijk eigendom. En u hebt dus aan dat stedelijk eigendom hebt u bijgedragen. En u hebt het zo gedaan, in goed overleg met de mensen die zich altijd bekommeren om Carillon, dat vanaf vandaag er een Meester Jan Mijn klok is. En we hebben dus aan die klok nu uw naam voor altijd verbonden. En ik wou dat laten zien, want ik kan het nou wel zeggen, maar daarmee is het nog niet zo. Kijk, het is namelijk al gebeurd. Ik kom bij. Kijk, op de hamer, want zo heet dat klok, ik zou zeggen. Daar staat meester Jan Mijnklok, voorzitter van de stichting Martini Bijaard Groningen van 1985 tot 2002. En ik kan het makkelijk zeggen dat we dat niet zo vaak kunnen doen, want u weet heel goed wat er hangt daarboven. En u weet ook dat we dat niet zomaar aan iemand geven. Dus het zal heel lang duren, denk ik, voordat ik weer zo'n zonderling mag uitreiken. Beschouw het als een verdiend eerbetoon. En als dank van deze stad, dat we van nu af aan daarboven in de Martini de Jan Mijnklok hebben. Ja. Ik denk dat er veel mensen in de stad zijn en denken, kom ik daar ook een keer? Nee, dat hebben we meteen er even bij verteld. Dat houden we voor mensen die daar ook werkelijk aan komen. Die bijdrage hebben geleverd. Goed. Ik ga niet allemaal opzommen wat andere dingen werd gedaan, want ik ben nou typisch voor iemand die daar, zo kan ik zeggen, niet over wil slaan. Maar ik stel maar even vast dat u op een toch al gevormde leeftijd bent doorgegaan met al die dingen, dat dit nu zo langzamerhand wordt afgerond. Dat is niet eenvoudig, want u bent van het slag wat ze dienstbaar wil maken, maar als ik me die opmerking mag permitteren, het is wel verstandig. Want we komen, het wordt vroeg donker, het wordt kouder, de tijd wordt ook zo dat je hem goed voor de familie moet gebruiken, voor je naaste omgeving. En ik dank dus voor al die activiteiten, maar ik geloof dat het een verstandig besluit is. En we hebben daar vandaag een heel klein beetje een feest van willen maken om te laten merken dat wij goed begrepen hebben dat we u echt erkend mogen zijn voor wat u hebt gedaan. En daar gaan we nu maar wat op drinken lijken. Okay. Dat drankje is hiernaast, dus als we daar nog naartoe doen. Dat mag. Ja, nu. Ja, half uur. Zeg nu iets tegen mij, want ik ben er even weg. En tegen al die anderen kunt u later nog. Ik zeg een paar woorden. Vooral omdat de heer en mevrouw Buiten erbij zijn, gaan mijn herinneringen terug naar 1981. En ik zei net al tegen de heer Wallage in die kamer, daar gingen zij op die bank met de burgemeester. En wij kwamen met het op toen gekke idee om iets voor die bijaard te doen. En we kregen van de burgemeester, ik noem dat allemaal weer de burgemeester, kregen we uit het zogenaamde burgemeesterspotje 5000 gulden. Voor papier, enveloppen en postzegels. Nou, en zo is het begonnen. De initiator, en dat wil ik graag in deze kring wel even noemen, dat was Anne van der Ven.
Hij is helaas niet meer in ons midden, maar dat is een man waar alles mee begonnen is. Hij belde mij op en zei, heb ik gelezen in de krant dat Carillon daar in Deporado hangt en dat er bij het dier niet eens meer wil spelen en dat de trommel kapot is. Daar moeten we wat aan doen, dus eigenlijk, ik heb de eer niet, Anne van der Ven. En met z'n tweeën zijn we begonnen. We hebben van de Kamer van Koophandel op 4000 adressen gekregen van grote, kleine, middelgrote bedrijven. En u gelooft het niet, Anne van der Ven en ik hebben 4000 adressen op, overlappend dit, met twee Olympia typemachines. En onze vrouwen, die zaten op de grond, dat allemaal postcode aan elkaar te zoeken. Aan het moment werden een heleboel mensen in Groningen en iedereen kreeg soms zaten die brieven, zonder postzegels. En die brachten ze in de buurt en overal rond. Nou, zo begon het en zo lukte het natuurlijk ook. Wij hadden inderdaad in 84 4 ton bij elkaar. En later hebben we nog leuke andere dingen gekregen, luidtrokken enzovoort. En we hebben nu een bijaard. Nou, de mooiste van het land niet. En ook, luidtrokken, daar kan ook geen stap aan tippen over. Nou, beste mensen, ik ben helemaal overdonderd van wat er vandaag gebeurd is. Wij dachten, we gaan straks bij Wim in de andere bank, vier hoog op een kamer. En dan hou ik even een praatje tegen mijn oude bestuursleden. En dan neem ik afscheid. Maar nou is dit gebeurd. Overweldigend. Bedankt. Nee, maar zo doen ze het niet, hè? Bedrag apart. Auto. Ik kom dan met de dochter van. Nee, dat is de dochter, is de zoon van. Ja. Haar, ja. Ja, dat is een ander.
Ja, ja. Zulke mensen vragen dan. Ik ben helemaal gedaan, ja. Ja. Kijk, wij wilden eigenlijk dus niet meer van die plaatjes overal in de toren plakken. Dan moet je dus niet meer met schoenen aanlopen en niet meer. En dan... De Wat betreft is de technologie ons heeft ons nog wel veel geholpen. Maar ik ben altijd blij dat er behalve technologie ook nog zulke dingen zijn als structuur. Ja, om Jan Meen te bedanken voor alles wat hij voor de Stichting Martini Bijhard heeft gedaan. Ik vind het erg plezierig dat ik nog even iets mag zeggen. Ik ontleen daar de vrijmoedigheid om dat te doen, ontleen ik in de eerste plaats aan het feit dat ik van alle hier aanwezigen ongetwijfeld degene ben die de Bijhard van de Martini Toren het langste heeft gekend. Ik heb met die Bijhard met verrukkingen geluisterd al tijdens de feesten die in 1922 hier in de stad gehouden werden, omdat toen het 250 jaar geleden was dat Rabenhout de stad had ontzet van het beleg van wereldbombouw. Dat was fantastisch. En ik herinner me dat ik toen al getroffen werd door die prachtige heldere klanken die uit die toren kwamen. Hoort dat ook bij het feest? Ja, dat hoort er ook. En dat heb ik sindsdien vaak moeten mogen horen wanneer ik mocht logeren bij mijn grootouders aan de Speelsluis nummer 7. Hetzelfde pand waar nu het kazionnetje van Bergen boven prijkt. Nou, hoe dat gekomen is, zal ik niet vertellen. Dat duurt te lang. Maar wat ik wel weet, dat ik toen, als ik daartussen kerstmis en oude jaar logeerde, dat ik getroffen werd door de zuiverheid van die prachtige kazionklank. Ik vond het schitterend, dat is ook altijd zo gebleven. Maar in mijn jeugd waren er eigenlijk geen makkers of kameraden of andere muzici met wie ik samen heel leuk muziceerde op het gymnasium. Die mij daar gelijk in gaven. Dat interesseerde hun niet. Goed, daar gaat het niet om. Maar waar het wel om gaat, dat ik gelukkig in de bezit kwam van het enige Nederlandse boek over de bijaardkunst. Wat toen bestond, en dat was meester A. Loosjes, de torenmuziek in de Nederlanden. En daarin mocht ik lezen dat deze bijaard inderdaad één van de vele hemoniebijaarden was, van 3 octaaf. En dat dat carillon tot de beste van Nederland behoorde. Hoe het mogelijk was dat daar niet veel eerder veel meer over geschreven is, laat ik nu in het midden. Ik heb daar een heleboel gedachten over. Maar een feit is helaas dat Groningen toen niet echt meedeed wat je noemt in de vaart van de steden die allemaal die hun bijaard koesterden en daar jaarlijks wedstrijden hielden, organiseerden van allerlei bijeenkomsten en propagandabijeenkomsten, maar dat ik verrukt was van
het natuurtalent Jacob Evertz. Hij behoorde niet tot de kring van gevestigde reputatie hebbende muzici in Groningen, maar het was wel een natuurtalent, maar zo bescheiden dat hij zichzelf op de achtergrond hield. Maar goed, dat heeft mij er niet van weerhouden wekelijks met hem mee te gaan en al dus van hem het bijhaarspel te leren. Maar intussen bleek mij dat er in Nederland wel bestond, sinds 1918, dat stond in Loosjes, een Nederlandse klokkenspelvereniging. Nou, daar heb ik hem weer aangesloten en toen bleek mij ook dat in Nederland ja eigenlijk een vernieuwing begonnen was van de bijhaarkunst. Toen bleek dat Jef de Nijn in Mechelen niet alleen de inrichting van de bijhaarden geweldig verbeterd had, maar ook al in 1920 een bijhaardschool had gesticht waar onder andere ook Nederlandse bijhaardiers werden opgeleid. En dat is een heel groot succes geworden. En een van de meest heugelijke dingen die ik heb meegemaakt in de periode dat ik in het bestuur van die klokkenspelvereniging zat, was dat toen er in Groningen een nieuwe bijhaardier moest komen na het plotseling overlijden van de door mij zo bewonderde Jacob Evertz, er een keuze voor de hand lag die ook onmiddellijk door het gemeentebestuur toen is opgevolgd, namelijk Geert Donker. Want Donker had 3 keer achter elkaar in Hilversum de prijs gewonnen in de internationale bijhaardwedstrijd die daar gehouden werd tussen 2 Belgen, 2 Nederlanders en een andere landsman. En ja, wanneer je 3 keer die prijs had gewonnen, mocht die wisselprijs houden. Maar dat gebeurde ook zo zelden dat, omdat hij in Sneek woonde en dus ook een Noorderling was, het voor de hand lag om hem aan te bevelen. En gelukkig is die aanbeveling toen ook meteen opgevolgd. En sindsdien heeft de Donker, die afgestudeerd was aan de inmiddels opgerichte bijhaardschool in Amersfoort, 53 opgericht, hier eigenlijk een geweldig goed stuk goede propaganda gemaakt en er toen naartoe gewerkt dat hier op een gegeven moment ook het getij rijp was om de bijhaard op een grandioze manier uit te breiden en te herstellen. Dat heeft een hele problematische voorgeschiedenis gehad. Ooit heeft het gemeentebestuur gezegd: zolang hier nog een klokkengieter in Heiligelee is, een echte grunze klokkengieter, gaan onze klokken niet naar Assen. Nou, waarom? Waarom zo die klokken dan naar Assen? Omdat er een klokkengieterij was die in 49 een klokkengieter had aangetrokken, die een enorme studie ervan maakte, allerlei dingen herontdekte en hier de bijhaardkunst zo sterk gepromoveerd heeft dat hij eigenlijk de klokkengieterij omhoog heeft geholpen tot de beste. Maar helaas, nu moet ik stoppen. Ik moet afronden. Ja. De ronding, dan begin ik met het dieptepunt van de ronding. En dat was namelijk dat die heilige leegklokkengieterij niet de ontwikkelingen niet bijhield en uiteindelijk failliet ging. Nou, en in zo'n situatie, als je dan die bijhaard wilt restaureren, dan laat je dat doen door de enige klokkengieterij die vanaf het begin 49 echt die kunst helemaal weer opnieuw heeft opgewaardeerd en uit onderzoek heeft gedaan, waardoor het een geweldig succes geworden. Maar dat is dan te danken aan het feit dat in 85 dan de Stichting Martini Bijhaard werd opgericht, die dit werk, die restauratie en ruimering in de hand heeft genomen. En, nou komt de belangrijkste, meteen in 1991 hier een internationale bijhaardwedstrijd heeft georganiseerd die samenviel met de bijeenkomst in Nederland van de Bijhaard Wereldfederatie, waardoor zelfs een Amerikaanse bijhaardier hier al lid van de jury kon worden. Boudewijn Zwart heeft die wedstrijd toen gewonnen, maar in elk geval toen was Groningen echt de primus inter pares in de bijhaardwereld. En toen kon je echt zeggen, Groningen is altijd nummer 1 wat betreft het voorzitterschap van deze stichting. Jan, je hebt dat gedaan vanaf 1985 tot vandaag aan de dag. En dat is een geweldig mooie, bruisende periode geweest. Ik moet het kort worden, ik moet zelfs afronden. Die afronding. Nou, dan wil ik toch zeggen, één punt waar ik geweldig dankbaar voor ben. In mijn jeugd stond ik alleen wat betreft die liefde voor de bijhaard. We spelen hem alleen. En niemand was het daarmee eens. Nooit had ik durven hopen dat uiteindelijk van de stichting die toen opgericht werd, nota bene iemand voorzitter werd die
een van de 12 nu nog levende leden was van het colloquium van vakgenoten, de oud-leerlingen van professor Maarten Pleun-Vrij. En die, dat is het strafrechtelijk en criminologisch colloquium. Nou, dat zijn dus mensen uit een heel ander hout gesneden dan al die pioniers en muzici. Maar daarvan heeft Jan dan toch dit voorzitterschap willen krijgen. Geef ik je dit standaardwerk, geschreven door André Leer. Het is nog ingepakt om beschadiging te voorkomen. Ik zie het. Vandaar het was een beetje zwaar op de hand. Heel veel dank, jongen, voor je hele leuke woorden. Ja, en we zien elkaar wel weer. We zien elkaar. Ik dank u. Ja, maar moet je hier eens naartoe? Is het hier? Oh, prima. Nou, dan loop ik maar binnen toe. Hop. Ja,